Gerard, 1 zilveren medaille en 3 gouden medailles. Ben je tevreden? Hoe kom jij tot 3 gouden medailles? Nou, Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Wouter Oldeheuvel. Ja, ja. De Team Pursuit bedoel je. Ja, nou, dat is een mooi afsluiten van het weekend. Ja. En verder? Nou, een beetje gemengde gevoelens, denk ik. Wouter kwam hier naartoe met een winst op zak vanuit Astana op de 1500 meter. En kon hier niet bij de top 10 komen. Ja, dat is... Heb je daar een verklaring voor? Ja, het was een net niet race. En in Astana een net wel race. En dat ligt dan gelijk ver uit elkaar. En aangezien er ongeveer 12, 13, 14 mensen in 1,46, 1,47... Het zit allemaal zo dicht bij elkaar, dat is wat ik wil zeggen. En dus als je een net niet race hebt, dan elk rondje net 3, 4 tiende tekort komt. 2, 3 tiende soms. Ja, dan kom je gelijk in een heel andere uitslag terecht. Je ziet de race net niet lekker lopen. En dan hebben we Sven. Ja, Sven laat zien hier in de Team Pursuit dat hij de motor is van het team en krachtig en hard kan schaatsen. Ja, en de 10 kilometer was een speciale ervaring. Hoezo? Nou ja, goed, hij heeft tot halverwege denk ik op een net schema, op een nette race gereden. Maar uiteindelijk moeten beslissen dat toch even boven zijn macht is en dat hij nog niet zo ver is. En dus op die manier niet de wedstrijd uit kan schaatsen. En dan moet hij een beslissing nemen. En dat is natuurlijk niet iets wat je graag doet. En dan hebben we het echte zilver van Irene. Ja, en Irene is gewoon een sterk weekend. Ze doet overal in de top mee, is overal kansen. Stabiel. Ja, en heel stabiel. En overal kansen er net doorheen breken en echt goed scoren. Zilveren medaille op de 1500 meter, die is gewoon inderdaad heel stabiel. Zonder dat ze goede races rijdt. Het is goed, het is zeker nog niet uitstekend. We hebben nog zeker wat stukjes te leren, maar die puzzelstukjes die bewaren we graag voor later.